Vanochtend werden de nieuwe shirts met het logo van SOS Kinderdorpen pas afgeleverd op het stadion. Net op tijd voor de jaarlijkse fotopersdag. Sofian, Johan Keizer. De afgelopen weken is Volendam bezig geweest een nieuwe shirtsponsor te vinden. Zonder succes. Op advies van zanger en bestuurslid Jan Smit staat daarom nu het goede doel op het shirt. We hebben er toen eigenlijk nog gezegd van nou nee Jan, dat moeten we niet doen. Althans nog niet. Hè. We hebben er nog 6 weken te gaan. Die 6 weken hebben we heel veel gesprekken gevoerd. En stonden er best een aantal bedrijven op het randje om toe te happen. Het is nog niet gelukt. Dus hebben we vrijdag die beslissing genomen. We gaan toch voor het goede doel. En zolang als het duurt staat SOS Kinderdorpen op de borst. Zolang als het duurt, want Volendam is in gesprek met nationale en internationale bedrijven om de plek op het shirt in te vullen. Een plek waar minimaal €125.000 voor moet worden betaald. Een fors bedrag dat uit voorzorg al niet is meegenomen in de begroting. Dus we hebben hem echt wel nodig, maar wij regeren naar wat we hebben. En niet van wat er misschien wel zou komen, daar hebben we genoeg voorbeelden van. Hè, dat clubs hier failliet gaan en dat zal FC Volendam niet door dit gebeuren. En dat is een geruststellende gedachte voor de fans. Het seizoen moet immers nog beginnen.